Dankjewel. Ja, ik zou willen zeggen, voor de mensen die Monty Python kennen, zou ik dat vinden. And now for something completely different. ik heb ergens in het ver verleden wel met WordPress gewerkt. Maar zoals Manuela net zei, ben ik als een van de eerste de bandwagon van de grid opgesprongen. Dat belooft nog wat te worden. Maakt de belofte dus nog niet helemaal waar. Maar ja, daar stop je je content in en dat ding analyseert je content en maakt gewoon je hele website. Er zit gewoon een stukje artificial intelligence achter. En dat zijn wel dingen die mij wel bezighouden. Dingen als artificial intelligence en nou, wow, waar gaan we heen met z'n allen in de toekomst met die technologie? En dat is ook een beetje mijn verhaal, waar ik ook al jaren mee rondloop. En zo nu en dan mag ik ergens daarover vertellen en zo vandaag hier. Dus dank je wel daarvoor. Dan wil ik even beginnen met een quiz. Ik heb hier de vraag staan in het Engels, hoeveel jaren heeft het volgens jullie gekost voordat een bepaalde technologische vondst, in dit geval de radio, 50 miljoen mensen bereikte? 50 jaar hoor ik hier. Gaat iemand daar nog op, onder? Nee, 30. 30? Eens kijken. 38 jaar kostte het voordat er 50 miljoen mensen toegang hadden of een radio hadden. Hoe was dat met de televisie? Sneller, zeg ik. Gooi hem. 25. Andere? 20. Nog iemand? 13. Dat is best snel, ja, ja. Internet? 10. 5. 4. 4 jaar. En Facebook? Binnen een jaar. Wat zegt iemand daar? Nee, 2. Daar waren wij in Nederland ook onderdeel van, hè? Wij hadden namelijk Hives. Wij waren net als in Asterix, waren wij dat Gallische dorp wat zich niet liet veroveren door Facebook. Totdat de Telegraaf Hives kocht, toen zei iedereen, ja, dag. Dan ga ik naar Facebook. Dus dankjewel, Telegraaf. Even zien, de iPad. Hoeveel jaren heeft het geduurd voordat er 50 miljoen iPads verkocht waren? Wat zegt u? Een paar maanden. Ja, nu worden mensen overmoedig. Dat is altijd ontzettend leuk. Ik doe dit echt uit heel veel zalen. Nu gaan mensen een beetje eroverheen schieten. Ik laat je zien. Het is 23 maanden. Dat is net geen 2 jaar. En wat ik hier natuurlijk doe, dat snapt iedereen wel. Het is een beetje voor de lol. Het is letterlijk appels met peren vergelijken. Wat ik hier zo mooi aan vind, is dat de iPad 1 apparaat is van 1 fabrikant. Dus ze hebben het net niet gehaald met de iPad 1... het was bij de iPad 2, zeg maar, de tweede iteratie ervan dat er 50 miljoen units verkocht waren binnen 2 jaar. Dat vind ik ongekend. Dat is natuurlijk echt ongelooflijk. En nou, wat haal je hier nou eigenlijk uit? Is dat er een soort van versnelling zit in alles wat met technologie te maken heeft. En die versnelling die is, die kun je bijna niet eens versnappen, niet in cijfers. Dit is een quote van de eindbaas van Google, Eric Schmidt. En dit gaat over 2003. Toen produceerden we, totdat 2003 hebben wij als mensheid 5 exabyte aan data geproduceerd. Of aan informatie. En dezelfde hoeveelheid produceerden we in 2013 elke 2 dagen. Nou, we zijn nu inmiddels alweer 5 jaar verder. Daar kun je niks bij voorstellen. Dus dat wil ik eens laten zien hoe dat eruit ziet. Zo ongeveer. Dus dan heb je hier de hoeveelheid data. Is er ook een laser op? Echt wel, hè? Wacht, dit droid dingetje. Doet die? Ja, kijk. Geweldig. Hier heb je de hoeveelheid informatie en dit is de tijdsbalk. Nou, om het een beetje in perspectief te zien, even wat getalletjes. Oh, mijn microfoon valt altijd een beetje af. Nou, zo gaat het goed. En dan hier 1970. En daar sprak men al van information overload. Dus in 1970 waren er al pedagogen, onderwijskundigen, bezorgde oudere mensen die zeiden, dit is te veel informatie, dat kunnen we onze kinderen niet aandoen. Dus te veel boeken, te veel strips, te veel televisie, radio, dat kan niet. Daar moet je gek van worden. Nou, en dan zijn we hier 2013. Dus dan kun je je voorstellen dat als we nu 2018 zijn, dat we dan net 3 keer door het dak zijn met z'n allen. En wat moeten we daar nou mee met al die technologie? Dat houdt mij nogal bezig. En dit is een quote van Marshall McLuhan. Hij is een mediafilosoof. Hij overleed in 1981. Dus hij heeft die hele opmars van de dingen die we nu eigenlijk allemaal al zo logisch vinden als water uit de kraan helemaal niet eens meegemaakt. Maar hij heeft een aantal boeken geschreven die daar echt, van, nou ja, echt moeilijk leesbaar zijn. Echt heel moeilijk leesbaar. Komt uit 1965. Maar hij voorspelt daarin al akelig hoe het zal gaan.
En hij spreekt daar bijvoorbeeld over de global village. Dus hij voorziet op de een of andere manier dat het hele, de hele aarde een soort dorp wordt. En hoe precies? Niet, kan niet, maar het gaat over informatie. En eigenlijk zitten we er nu middenin met internet. Hè. Ik hoorde net het verhaal dat je voor €180 een Amerikaans product op je eigen servertje installeert. Ja, om een voorbeeldje te noemen. En hij zegt, first we shape our tools and thereafter they shape us. Dus we creëren eerst onze middelen en daarna worden wij door die middelen eigenlijk een soort van ander mens. En om dat te bewijzen wil ik jullie even meenemen naar het begin van deze technologische doorbraak, dus de film. Nou, weer een quizje. Wat valt je op als je hier naar kijkt? Dus mag je gewoon uit je heupen schieten, alles wat je roept is een beetje goed. Wat valt je op als je hier naar kijkt? Zwart-wit hoor ik. Geen geluid. Geen geluid heb ik even uitgehaald, het was zo'n honky-tonk piano. Zwart-wit, in zwart-wit, nog meer? 4 pixels. 4 pixels, ja, ja. De resolutie was niet zo hoog. Dan hebben we alle technische dingetjes al gehad. Wat valt je verder op? Geen computer. Aha. Alles met de hand gedaan, ja, ja, ja. Als je nou naar de film kijkt en vergelijkt met nu, wat valt je dan op? Ja. Ja, precies, die zocht ik. Niet gemonteerd, het is één shot. Heel goed, dankjewel. Het is traag. We laten hem gewoon omdat het kan, maar even lopen. Hier wordt niemand vastgebonden. Het is één shot. Hè? Natuurlijk zou je nu in een film van nu al 3 keer ingezoomd zijn en met een 3D-camera eromheen en een kogel gevolgd hebben, weet ik veel. Nou ja, dan probeer ik het een beetje vol te praten, duurt het nog langer. Dat is ook wel fijn, een beetje rust zo. Kijk, nu gaat de deur dicht, duurt het bijna 3 seconden. 1, 2, 3. Ah, we zijn weer buiten. Nou, waar zit je naar te kijken? Wat is dit? Waar kijken we naar? Theaterspel eigenlijk. Een punten voor Joost. Heb je dit verhaal eerder gehoord, Joost? Nee. Ah, dan heb je echt punten verdiend. We zitten eigenlijk gewoon te kijken naar een theatervoorstelling, eigenlijk naar een toneel. He, dus er komt nu uit de coulissen, let op, in de coulissen hebben die bandieten zich verstopt en ach, uit de coulissen komt er een trein. En dat is nu geen trein van piepschuim en duct tape, maar het is een echte stoomlocomotief. En zo gaan ze die trein straks beroven en er gebeurt nog van alles en zo. Wat je hier ziet is de eerste film, een van de allereerste films. Daar heeft Thomas Edison er nog aan meegewerkt. Dus aan The Great Train Robbery, dat is echt een van de eerste filmverhalen gemaakt. En ja, men had geen idee wat film als medium was. Dus wat we doen als mensen is telkens als we iets nieuws uitvinden, in dit geval was dat de film, we dat medium gebruiken op de manier zoals we de wereld kennen. Zoals we vertrouwd zijn met de wereld om ons heen. Dus dat was rond 1900, was dat een theaterstuk. En dat vind ik grappig, want als je naar de bioscoop gaat, dit is geen Tuschinski, maar Tuschinski in Amsterdam, weet je of je de bioscoop kent, die ziet er ongeveer zo uit. Het is eigenlijk gewoon één grote theaterzaal, dit zoals een opstelling als deze. Dat vind ik grappig. En dat mechanisme van dat we onze nieuwe uitvindingen eigenlijk gebruiken zoals we de wereld kennen, dat herhalen we steeds. Zo ook hier. Dit is de eerste auto. Wat valt je op? Wat is dit? Het is een koets. Zonder. Precies. En dat vind ik een prachtige analogie. Voor wat we doen. Dus telkens als we iets nieuws verzinnen, dan moeten we er met z'n allen van uitgaan dat het in de eerste instantie een koets zonder paarden is. En dat duurt een poos. In het geval van de auto, nu bijvoorbeeld een 150 of 130 jaar. Waar we nu in rijden. Dus zelfsturende vehicles met fulls. Display en weet ik veel, stroom en toestanden. Het heeft in essentie nog wel een beetje van elkaar weg. Maar het stuur, hè, dat zie je niemand beet houden. Geloof ik dat het stuur een beetje is. Nou, dat is grappig. Het heeft een tijd nodig om tot een zekere volwassenheid te komen. Nou, en dat kunnen we hier, wil ik jullie even laten zien, hoe snel de dingen zijn gegaan. Dit is een beetje een greep uit het familiealbum. Dus dat is mijn grootvader, die is geboren in 1922. Daar is mijn vader uit 1956, daar ben ik uit 81 en daar is mijn zoon uit 2010. En wat ik hier interessanter vind is dat toen mijn grootvader geboren werd, er dus nog heel weinig auto's waren. En telefoon was nog heel bijzonder en elektriciteit, daar hadden ze ook nog niet echt van gehoord. Dat kan pas toen hij ouder werd. Hier is mijn vader, nou dan zie je dat, dit is trouwens een grafiekje uit Amerika. Eventjes om dat te zeggen, dus dat is een dekkingsgraad van bepaalde uitvindingen in Amerika. Nou, dat staat redelijk in verhouding tot ook hier, de westerse wereld. Nou, ik heb het al aan mijn grootmoeder gevraagd toen ze nog leefde. Wat is volgens jou de beste of de mooiste uitvinding van de afgelopen, van jouw leven eigenlijk? Dat is de koelkast, zei ze. Ja, ja.
Want we moesten tot dat moment altijd onze groenten in de winter in wekpotten stoppen. Of in de oogsttijd in wekpotten stoppen. En dan had je de hele winter had je dan uit wekpotten had je groenten. En nou, dat vond ze best even van de moeite. En dus ook de supermarkt. Hè. We gaan nu de supermarkt in en we halen het hele jaar door aardbeien. Dat kan helemaal niet, maar toch lukt het op de een of andere manier. En mijn vader, die zat al op de televisie. Misschien als ik hem nu vraag, dat hij dat toch zegt iPad of internet. Maar ik heb hem wat eerder gevraagd, televisie. Want hij wist de maanlanding nog. Daar had hij natuurlijk nog hele herinneringen als klein jongetje. Als je het mij vraagt, is dat wel de computer. En als je het mijn zoontje vraagt, ja, die is met al die dingen zo vertrouwd. Alsof het zuurstof is, alsof het water uit de kraan is. Dus die heeft geen verandering gezien. En wat hier opvalt is dat je kunt zeggen is dat al die uitvindingen achter elkaar aan redelijk achter elkaar aan kwamen. En hier zijn er twee die tegelijkertijd kwamen en recht omhoog gaan. Dat zijn de mobiele telefoon en internet. En die twee die zo recht omhoog staan, daar zijn we volgens mij nog niet helemaal van bijgekomen wat dat voor revolutie betekent. Daar zijn we nog middenin. En nou, er zit hier nog een heel groot vlak, want het gaat tot 2010. We zitten natuurlijk nu al hier, we schieten al op naar 2020. Wat gebeurt er allemaal momenteel? Dat is nogal wat. En dit vind ik wat leuk. Trots vader, natuurlijk zijn zoontje heeft laten zien. Dit is, vijf jaar geleden. Die tekende voor het eerst. Komt het filmpje ook? Nou, het filmpje loopt niet. Nou ja, dan gaan we ook gewoon omwille van de tijd. Het is wel goed om verder te gaan. Die tekende zijn eerste poppetjes op de iPad. Ja, hij kan nu ook prima tekenen met stift en papier, maar hij tekende zijn eerste poppetjes met een gezichtje, puntje, op de iPad. Was die twee jaar was die toen. Vond ik zo grappig en dat wil ik ook zeggen. Die, voor hun is dat zo logisch als water uit de kraan. Goed, ja, die koets zonder paarden, dat wil ik even meenemen. Want dat vind ik een interessant beeld, een interessante analogie. En als we het over die koets zonder paarden hebben, hoe zit dat dan met alles waar we nu in dat grote vraagtekenvlak eigenlijk mee geconfronteerd worden, zou ik willen zeggen. Nou, ik heb maar eens wat opgeschreven. Oh, die hoort ook nog bij. Ja, ik bedoel, je kunt nu voor een paar honderd euro een drone kopen. Ik heb nu een website die draait op artificial intelligence. Wat dat ook betekent, maar we hebben met onze telefoons spelen we augmented reality games, virtual reality. Ik bedoel, als je echt geld hebt, dan koop je zo'n ding op je hoofd en een of ander harnas waar je rondloopt. En dan wordt het alweer wat ingewikkelder, want dan komen we op DNA engineering, ga ik zo laten zien. Transhumanisme, dat is dat we onszelf zeg maar, met implantaten gaan verbeteren. Cyborgs, mijn ex-schoonvader, die noemde ik altijd een cyborg, die miste een been. Maar die had een prothese met een motor erin. En die werd dan één keer in zoveel tijd, moest hij een USB-kabeltje in aan de computer doen. En dan ging dat ding zichzelf op basis van zijn nieuwe bewegingen herkalibreren. Ik zeg, te gek, je bent gewoon een cyborg. En dan gaan we naar nanotech, biotech. Nou, pak er maar eens een paar uit. Ik durf te stellen dat op dit moment wij op een punt zijn in de mensheid, in onze geschiedenis, dat alles kan. Alles kan. Dus ik heb maar gewoon een paar filmpjes bij elkaar gepakt. Alles kan. Deze man, ik trek het stukje cyborg iets meer naar de realiteit. Dat snappen we nu. Dat is ongelooflijk. Dat is ook heel mooi dat zo iemand die zijn arm kwijt is nu gewoon dit soort dingen met zijn hand kan doen. Dat is toch ook wel weer tof. Het heeft ook wel zijn goede kant, maar we kunnen echt alles. Dit is nog zo'n filmpje. Misschien mag het geluid iets zachter, dat ik eventjes er al overheen praat. Wat je hier ziet is een filmpje van een manier waarop men verwacht blinden weer te kunnen laten zien. En dus er komt een soort chip in je hoofd die dan lichtinformatie weer op je zenuwstelsel zet. En dat ziet er dan nu nog uit als zwart-wit pixels, dus als de dot matrix printer van 30 jaar geleden. Maar dat is natuurlijk, dat weten we ook, een kwestie van tijd voordat dat full HD is. Maar waarom daar stoppen? Waarom ook niet infrarood en waarom ook niet ultraviolet en al die dingen meer, weet je? We kunnen dat. Zo ziet het er nu uit. Maar goed, ja, je snapt dat het een kwestie van tijd is voordat dat er anders uitziet. Ja, we kunnen echt alles.
Dus dan hebben we twee fotootjes. Wat je hier ziet is een gegroeide voorarm van een muis, was dat geloof ik. Ja, voor mij was dat een muis. Dus dat is gewoon een volledig gekloond of uit stamcellen opgebouwd klauwtje van een beest. En natuurlijk vorige week... Ja, heeft Tesla, net is het Elon Musk gelukt om een auto in de ruimte te lanceren. Waanzinnig natuurlijk. Dus we kunnen echt alles. We kunnen echt alles. Echt alles. The first DNA. Je mag gewoon iets harder. All flat shapes. But other DNA nanotechnology groups soon started to develop three-dimensional structures. Over the last 10 years, even more complex shapes have been created. Even DNA bunnies. In 2009, Danish researchers designed a DNA box that can open to release drug molecules. They even fixed a locking mechanism onto the lid, a molecule that acts as a sensor and could detect things like cancer cells to make sure drugs are released in the right place. Scientists are developing DNA structures whose movements can be precisely controlled. And if you combine this machinery with things like sensors and circuits, you're well on the way. Oh, hier stopt hij. You're well on the way to DNA robots. Ik heb hem waarschijnlijk iets te vroeg afgeknipt. Holy shit. Dit kunnen we dus al. En er is een lange filmpje waar ook uitgelegd wordt hoe ze het doen. Kan ik je zeker aanraden, dat heb ik nu even afgeknipt omwille van de tijd. Maar ze kunnen dus met DNA een soort soep maken en dat ding vouwt zichzelf in elkaar. En dat wordt dus in dit geval een DNA-robot. Dus dat kunnen we op een schaal super klein. Holy shit. Maar we maken DNA-konijntjes en we spelen er een ukulele-liedje onder en het is allemaal goed. We kunnen echt alles. We have something much bigger. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. They used to say guns don't kill people. Okay. Full disclosure, dit laatste filmpje is heel eng. Maar het is niet echt. Het kan wel. Maar het is een filmpje gemaakt door een professor in Amerika om juist onszelf deze vraag te stellen. Het is juist als een soort van productpresentatie opgezet. Ik schrok me dood toen ik het voor het eerst zag. Toen ging ik het onderzoeken en toen bleek het dus eigenlijk een soort van bewustmakend filmpje. Het is ook viraal gegaan, dus dat hebben heel veel mensen gezien. Het zet je aan denken. Maar hij heeft natuurlijk gewoon het punt. Al die technologie hebben we in onze broekzak. Dus we kunnen dit gewoon maken. En ik geloof ergens dat het ook gemaakt wordt. Dat het gewoon, als je het zou willen, dat je het kunt kopen. Oh, willen we dat wel? Wie wil dit eigenlijk, vraag ik me dan af. En willen wij dit wel? En is het iets wat wij willen, of is het iets wat technologie wil? Op de een of andere manier heb ik het gevoel dat technologie een eigen willetje heeft. En er is een schrijver, Kevin Kelly, die heeft daar ook een prachtige presentatie over, ook een boek over geschreven, What Technology Wants. Dat heeft me een beetje op het denkspoor gezet. En op de een of andere manier houdt mij dat bezig. Ik ben een techneut, ik ben ooit programmeur geweest. Ik heb ook wel echt zo'n linker hersenhelft, zeg maar, die het heel fijn vindt om dingen te ordenen, te structureren en puzzels op te lossen en zo. En dat is eigenlijk ook een klein beetje wat ik zie als intelligentie.
Dus mijn linker hersenhelft heeft er jarenlang echt ontzettend veel genoegen uitgehaald om problemen op te lossen voor anderen. Problemen op te lossen in de zin van informatievraagstukken op te lossen. Is gek op het bedenken van nieuwe vormpjes, is gek op het bedenken van structuur, is gek op dingetjes en spulletjes. En de Grieken hadden daar een mooi woord voor, is logos. Dus het domein van de logica. Dat is mijn linker hersenhelft. En ik heb een bedrijf gehad en ik maakte met dat bedrijf met 13 andere software voor de zorg, voor de ouderenzorg. Wel met het idee dat we wilden dat de verzorgenden sneller en beter hun werk konden doen zonder allerlei gedoe. Er was ook veel te redden, want de computersystemen waren echt slecht. Wij dachten, we gaan iets verzinnen waardoor ze hun werk beter en sneller kunnen doen en met meer tijd en aandacht hun werk voor, nou, in dat geval mijn oma, zouden kunnen doen. En ik schrok een beetje van mezelf op een gegeven ogenblik. Maar toen kwam ik erachter dat we eigenlijk door hier meer dingen toe te voegen. En eigenlijk ons brein daarin ook zijn eigen gang liet gaan. Wat er gebeurde was dat mensen eigenlijk zich blind gingen staren op die technologie. Dus die iPad die ze meekregen, de verzorgende vloer op, zeg maar, dat werd ineens hun realiteit. Dus het maakte eigenlijk geen snars uit of ze nou met die dat was eigenlijk, ik kwam erachter, het maakt geen snars uit. Ik moet dus dit niet doen. Dat vond ik heel lastig. Daar heb ik toen een poosje last van gehad en toen heb ik een sprong gemaakt. Toen ben ik eruit gestapt. Heb ik me afgevraagd, wat is het nou eigenlijk om mens te zijn? Ik zag het in de zorg gebeuren, waar mensen echt heel graag voor een ander willen zorgen. En dat met allerlei regeltjes, met informatietechnologie, met iPads ook wel, dat moeten ze gebruiken, dat helpt ze ook wel. Maar er ging iets mis. Er ging iets los. Er raakte iets kwijt. Dus heb ik mezelf afgevraagd, wat is er nou eigenlijk om mens te zijn? En toen kwam ik erachter dat ik dus al zo oud ik ben, en ik niet alleen, ik vermoed zo'n beetje wij allemaal, een soort van gespleten persoonlijkheid hebben. Aan de linkerkant ben ik iemand met één leven. En dat draait in allerlei seizoenen rond. En ik hoop dat het nog een poosje duurt, maar dat zal op een gegeven moment stoppen. En dan ben ik er niet meer. En op het moment dat leven aan de linkerkant stopt, dan heb ik aan de rechterkant nog heel veel andere ikken die blijven bestaan. Mijn Facebook-profiel, mijn hele geschiedenis op allerlei fora waar ik ooit actief ben geweest. Dus ik heb allerlei digitale alter ego's die doorgaan, zeg maar, die door blijven leven. En de uitdaging is, dat we in twee werelden leven, dat zie je ook, en dat die werelden zeg maar tegenovergesteld aan elkaar zijn, zie je ook, we hebben die mooie blauwe knikker, waar we zo'n beetje met z'n allen op rond zweven, zo door de ruimte, daar is er maar eentje van. En, nou ja, ik hoef jullie niet te vertellen hoeveel verschillende servers van Minecraft er zijn. Ik geloof dat één Minecraft server in zichzelf al 4 keer het totale oppervlak van onze aardbol heeft. Dus dat is gewoon oneindig. En die oneindigheid en die eindigheid, die spelen de hele tijd een spelletje met elkaar. En daar verliezen we onszelf, dus als we niet uitkijken, ook heel makkelijk in. En mijn brein, en het brein van mij is niet heel anders dan jullie brein waarschijnlijk, is al voor de helft zeg maar gewoon digitaal. Want als ik zit in een café met je vrienden, oh, was die film ook meer? Ploep, en iemand heeft zijn telefoon nog gepakt, kijk op IMDb eventjes hoe die film maar weer heet of hoe die acteur maar weer heet. Dus we zijn als mens ook echt aan het veranderen. We zijn echt anders dan mensen van 100 jaar geleden in dat opzicht. Net als dat wij de mensen die de eerste film keken, 100 jaar geleden, dat als toneelstuk snapten. Als we die een film van nu zouden laten zien, zouden ze die film niet snappen. Het gaat allemaal veel te snel. Dus die mensen zijn, wij als mens zijn in die 100 jaar van die allereerste koets zonder paarden zijn we veranderd. Waardoor wij nu zeg maar een film kunnen kijken in de snelheid en in die we nu op televisie zien. En zo veranderen we dus ook hier. Dus er verandert ook letterlijk iets in onze breinen. Wat zijn de consequenties daarvan? Nou, ik ben bang. Tenminste, dat is een beetje het negatieve scenario wat ik eventjes wil schetsen. Is dat we als niet uitkijken dat wij zelf in de machines veranderen. Als we alles maar willen structureren. Alles maar willen stoppen in apps. En alles maar willen stoppen in databases. En alles maar willen stoppen in smart fridges. Of in intelligente zelfrijdende auto's. Of in zichzelf ontwerpende websites. Wat doe ik dan nog? Wat is het dan nog om mens te zijn? Dat vind ik wel eens lastig. Gisteren waren wij onderweg. Ik met mijn vriendin waren onderweg. En waar waren wij heen?
toen gingen we weg en toen moest je nog eventjes... ze vroeg je telefoon, hoe vond je het daar? Waar waren wij gisteren? Ja, door Google Maps. We waren naar het ziekenhuis volgens mij. We waren naar het ziekenhuis geweest. En toen reden we weg en toen ploepte de telefoon, hoe vond je het hier? Wat? Er is maar niks gevraagd. En dat was wel een moment waarop ik dacht, dit plaatje kennen jullie misschien wel. Wij denken nog steeds de meesters te zijn van de technologie. Dus wij denken nog steeds dat wij de technologie hebben bedacht om ons eigen leven te vergemakkelijken. En dat wij de technologie gebruiken om opdrachtjes voor ons uit te voeren. In zekere zin is dat zo, maar we zijn, dat zie ik mezelf ook, eigenlijk moet je misschien voor jezelf ook wel erkennen dat het soms ook wel eens andersom is. We zijn heel rap aan het versmelten met dat spul. En het is belangrijk dat we dat voor onszelf ook proberen en blijven voelen. Wat is nou ons eigen, wat is nou mens te zijn? Waar gaat het allemaal naartoe? En ja, ik had hier wel 200 films neer kunnen zetten. Ik laat jullie gewoon even een van de films zien die zeg maar een heel donkergrijs, donker toekomstbeeld schetst. Komt-ie? Oh nee, deze komt dus nog. Kijk, waar gaat dit allemaal naartoe? Dat wordt genoemd in mensen die hier veel langer en veel beter over nadenken dan ik. Dat wordt genoemd de technological singularity. Dat is ergens, dat is een kwestie van tijd, zoals het er nu naar uitziet. Het wordt geprojecteerd 2035, 2040. Waarop wij als mensen een soort van superintelligente artificial intelligence bedenken, waardoor wij in één klap als heel mensheid, zeg maar, of de toekomst ingeschoten worden als een raket, of massaal worden uitgeroeid. En dan kun je elke film, The Terminator, The Matrix, noem ze maar, die kun je erop naslaan. En dat vind ik ook mooi. We hebben Elon Musk net al gehoord, maar niet de minste mensen. Dus Stephen Hawking, Elon Musk, die zeggen van, wacht eventjes. Artificial intelligence, daar moet je echt niet te licht over nadenken. Zeker niet in die oververbondenheid waarin we nu zeg maar, met z'n allen zitten. De consequenties daarvan moeten we echt goed over nadenken. Daar hebben wij... Zij als ontwikkelaars en als wetenschappers hun verantwoordelijkheid in, maar ook wij als consumenten en als gebruikers daarvan. Nou. Het filmpje laat ik even daar. Tenminste, als je dat hebt eentje. Oh, wacht even. Dat is een stukje uit de Matrix. Houston, hebben we niet al een beetje een probleem? Nou, dat weet ik niet. Daar heb ik ook niet te lang over na te denken. Het enige wat ik voor mezelf kan doen en wat ik een klein beetje met jullie wil delen vandaag is de manier waarop ik ermee probeer om te gaan. Met dit soort hele grote vragen. En als we nou misschien eerst maar eens een klein beetje erkennen dat het een probleem is, dan kunnen we er ook zo naar kijken. Nou, dan leen ik weer eventjes een mooie quote van een hele slimme man, Albert Einstein, die zegt van oké, je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde denkniveau of bewustzijn. Eigenlijk is bewustzijn daar veel mooier, consciousness is veel meer dat denkniveau, dan dat het probleem gecreëerd heeft. Wat is dan de vervolgvraag? Dat is, oké, wat is dan het probleem? Eén, maar wat is dan ook dat bewustzijn wat het probleem veroorzaakt heeft? Ik ga nu even in moordend tempo er doorheen. Dat kan, want ik heb volgens mij een slim publiek. Op het moment dat wij alles technisch kunnen, moeten we echt gaan zoeken naar manieren waarop we kunnen reflecteren op de intenties die we daarmee hebben. En daar zit het verschil. Want als je het probleem... wat is dan het probleem, wat is dan de consciousness? Dat is weer de herhaalde vraag... Volgens mij is het probleem ons bewustzijn. Daar kookt het allemaal op uit. Het probleem is ons bewustzijn. En dat heeft in mijn brein te maken met dat linker deel.
wat er helemaal aan verslaafd is om alles maar te stoppen in structuurtjes en dingetjes en spulletjes. Maar dat is maar de helft. En op de een of andere manier is dat intelligent. En intelligentie heeft een soort van neiging om meer intelligentie uit te lokken. Of om je daar nog meer en dieper in te trekken. Dus op het moment dat wij wetenschappelijke onderzoeken doen en we hebben iets ontdekt, dan is de volgende vraag alweer, oh, we moeten nog een deeltje verder. Of we moeten nog een verdere microscoop maken. Of we moeten nog. Dus dat gaat dus die kant op. En ik denk dat dat mooi is. Dat brengt ons veel. Dat er veel meer is dan alleen dat. Want we zijn ook mens. En we moeten ons echt afvragen, waartoe dient iets? Waartoe dient een drone die helemaal zelfstandig iemand kan uitschakelen? Oh, dat is een tijd verder. Dus waartoe dient een drone? En waar zou je het voor gebruiken? Wat zijn daar de afspraken over die we met elkaar maken? Dat is het woordje onder. Dat zijn de wetten en de regels die we met elkaar maken als mensen onderling. En als laatste, ja, wat ik net opschreef, er zijn geen mensen met een op zoek naar een spirituele ervaring. Ik geloof dat het andersom is, dat wij spirituele wezens zijn met een tijdelijke menselijke ervaring. Laat ik even voor wat het is, maar daar gaat het om betekenis. Wat betekent het allemaal? Waar word je blij van? Dus dat zit het verschil tussen je linker hersenhelft hierboven en je hart hieronder. En de binnenwereld die erin zit. En ik denk dat als je die drie bij elkaar brengt, dat er mooie dingen gebeuren. Dus als je op een totalere manier kijkt naar de wereld dan alleen ik doe de dingen omdat het kan. Want vanuit omdat het kan, zal ik je vertellen, wordt er een Tesla de ruimte ingeschoten. En vanuit het idee, omdat het kan, koop je een Hummer. Dat ding doet in Nederland echt geen enkele functie, zeg maar. Het heeft geen enkele functie in relatie tot het land waar we in leven. En dat vraagt om verantwoordelijkheid. En dat vraagt om een andere blik op onszelf en een blik op de wereld om ons heen. Dus als je ze allemaal naast elkaar zet. Oh, het gaat heel snel. Als je ze allemaal naast elkaar zet, dan is het in het gebied daar in het midden, waar die dingen bij elkaar komen, daar is het leuk. En daar zou ik willen zijn. En dat is ook waar ik nu aan werk. Dus de dingen die ik doe, die hebben voor mij in elk geval een betekenis. En dat deel ik ook graag over. En het heeft tijd nodig en mensen nodig om met elkaar dat soort gesprekken te voeren. En met elkaar, zeg maar, te komen tot dat midden waar de betekenis zit. En alleen de betekenisvolle integratie van al die dingen, volgens mij is dat, zeg maar, zou een toekomst kunnen creëren waar we met z'n allen niet worden opgevreten door onze eigen koelkasten. Of door kleine drones met kogeltjes erin. En ik hoop dat we dus met elkaar in staat zullen zijn om een vooral heel menselijke toekomst te creëren voordat we zelf de machines worden. En om dat te doen is mijn oproep en mijn vraag aan jullie om je hart te blijven voelen. En waarom? Het is heel makkelijk voor je het kwijtraakt. En dat is mijn vraagje over intelligentie versus intentie. Tig dank. Gezien het tijdstip is er slechts mogelijkheid voor één vraag. Wie heeft er nog een prangende vraag aan Martin? Okay. Ik zie die ontwikkeling met vreugde tegemoet, want mensen die ziek zijn, die kan je wel genezen. Misschien kan je zelfs het leven, ouderdom eigenlijk bestrijden, want dat is eigenlijk een ziekte. Dus ik ben voor die snelle ontwikkeling. Maar je moet inderdaad moet je oppassen dat je niet ver doordraaft. Mm-hmm. Dus. Zeker. En dat is de vraag die we met z'n allen moeten stellen. Ik heb nog één bonus slide, die kan hier heel goed op aansluiten. Want ik ben het met u eens. Ik bedoel, ik zie om me heen natuurlijk dat technologie heel veel leed voorkomt, verzacht. En mensen in staat zijn, mijn vader is ernstig ziek. En die, door technologie zit hij nu in een traject waardoor hij misschien het bovenop komt, heel misschien. Of in elk geval langer leeft. Ja. Daar ben ik natuurlijk al heel erg dankbaar voor. En we kunnen gebruik maken als we naar andere planeten willen reizen, ja. 600 jaar te worden. Ja, en dat is nou mooi wat u zegt. Op Netflix is nu net een. Dit zijn even wat boekentips. Of kijktips. Die je lekker aan het denken zetten. Er is net op Netflix vorige week een nieuwe serie gekomen. Altered Carbon. Moet wel een beetje tegen bloed kunnen. Ja. Dat is echt wel heftig. Maar die houdt mij. Daar ben ik nog niet uit. Die houdt me enorm bezig. Okay.
Dat gaat namelijk over dat mensen in staat zijn om oneindig te leven en wat er dan gebeurt. Daar gaat die serie over. En die laat je dus een beeld zien van 250 jaar later en wat er dan allemaal gebeurt. Dus nou ja, dat is misschien nog leuk voor verdere studie. We laten. En een goed gesprek in de kroeg. Ja. Dank je wel. Dank jullie wel.